Goedemorgen Wouter Bos, Desiree Stokkel hier. Het is 29 januari 2014. De verwerking van radioactief afval in Nederland wordt onveiliger door de NSS 2014 lobbyclub. Ik moet even terug in het verleden. Ik moet ook langzaam spreken, want degene over wie ik spreek beschadigen opzettelijk mijn DNA en mijn leven. Het atoomagentschap weet dat het internationaal strafhof mensen vermoordt op verzoek van politici. Dat heb ik ze bewezen. Jaren geleden dus al. En dat houden ze opzettelijk zo in stand. Voor de lobby. Iedereen, presidenten, politici, bedrijven, willen dat nucleair materiaal gevaarlijk materiaal is en blijft, omdat ze dan het land kunnen terroriseren en zij kunnen belangrijk persoon spelen. Zij kunnen lobbyist zijn en blijven. Iran ten tijde van Ahmadinejad heeft ervoor gekozen om het land opzettelijk af te breken en te weigeren Europa en Amerika de bek dicht te timmeren. Met bewijzen over het internationaal strafhof, de lobby en de moordpraktijken. Die lopen via het ICC, EU, VN en NGO's en bedrijven. Iran heeft er dus voor gekozen om het land af te breken, hun eigen land af te breken. Ik heb daar andere video's over gemaakt en ik denk dat er op newlegalframe ook nog wel e-mails staan. De kernenergiewereld in Nederland, die heb ik jaren geleden naar Iran toegestuurd en gezegd, jullie moeten daar medische isotopen gaan maken. Dat was in de tijd dat ik Iran zover probeerde te krijgen dat ze al die oorlogen zouden stoppen met behulp van mijn bewijsstukken over het internationaal strafhof. Dat hebben ze geweigerd. Daarna is de Arabische oorlog, de Arabische lente ontstaan. En dat was voor mij dus als iemand die de toekomst ziet en die het verschil weet tussen het leven zoals het zou moeten zijn en het leven zoals het opzettelijk kwaadaardig wordt aangemaakt, een hele harde dreun op mijn DNA. Door dat soort praktijken word ik ziek, want ik zie de oorlogen aankomen en ik kan ze voorspellen. Ik weet wat er moet gebeuren om het te voorkomen of te minimaliseren en niemand werkt daar aan mee. Dus de hele lobby in Nederland rond kernenergie, radioactief afval, die gaat via het internationaal strafhof, VN, EU. En dus ook de corruptie bij Europol, Interpol, de veiligheidsdiensten. Nu we in een fase terechtkomen dat er 100% bedrijfsspionage is binnen Nederland, krijgen al die contracten en al die lobbyisten een andere definitie. Alles wat er tot nu toe is bepaald, is vervallen. Dus wat er gaat gebeuren is het volgende. In 2014 hebben wij 100% bedrijfsspionage in Nederland. En dat is met goedkeuring van de rechtspraak, de advocatenorde en al die professoren. Maar de rechtspraak en de advocatenorde werken als Hitlers. En echt Hitlers die massamoord genereren. Want beide, rechtspraak en advocatenorde, weigeren te erkennen dat het internationaal strafhof op verzoek van de intercontinentale lobby een Nederlandse vrouw wil vermoorden. En dus de hel wil aanmaken. Ik zit in een openbare doofpot. Vergis je niet, hè? Ik heb brieven van het internationaal strafhof. Al-Qaeda leest ze. Ik zit in een openbare doofpot. Het is niet echt helemaal 100% doofpot. Nee, ik word gewoon aan het publiek voor gek gezet. En het is de bedoeling dat er een gek aan mijn voordeur komt die mij vermoordt. Nou, dat weten dus de kwaadaardigen. En de kwaadaardigen die zitten ook op dat lobbyplatform. Je hebt dus twee soorten kwaadaardigheid. De politiek en de overheid. En dan zelfs de bedrijven. Enerzijds. Die willen dat er geen internationaal recht is. En dan de kwaadaardigen die de hele energiesector gebruiken om burgeroorlogen te starten. Dat doen we in Nederland ook, alleen in Nederland is de burgeroorlog in aantocht. Maar in het Midden-Oosten is hij er al en in Oekraïne is hij er nu ook. En er gaat nog meer gebeuren. En in Nederland komt hij ook. Dus wat je nu hebt, is dat de rechtspraak dat allemaal zo wil. De rechtspraak weigert het folterverdrag te pakken, weigert in Nederland rechtszaken te starten die burgers beschermen tegen een leven in een dictatuur. Dat heb ik bewezen bij de Hoge Raad, dat heb ik bewezen bij het Internationaal Strafhof. Dat is wel 7 jaar geleden. Wat je nu krijgt met NSS 2014 is dat de burger die slachtoffer wordt van de lobby niet meer naar de rechter kan. De kernenergiewet, die valt onder het ministerie van Economische Zaken en Volksgezondheid. De kernenergiewet valt ook onder de Algemene Wet Bestuursrecht. Dan hebben we organisaties in Nederland, de energieorganisaties, maar ook commerciële organisaties zoals Covra, dat radioactief afval verwerkt van fabrieken, ziekenhuizen. Covra is een NV, dus die valt onder de ondernemerskamer van de rechtspraak. Die hele rechtspraaklobby, die is dus nu in handen van de duivel. Ook binnen de nucleaire wereld, want Eurojust en het Internationaal Strafhof zijn eind maart aanwezig bij die NSS 2014. Dus de lobby van de Nederlandse rechtspraak, de lobby van de mensenrechtenorganisaties, de lobby's van de NGO's die protesteren tegen kernwapens, zijn allemaal aanwezig tijdens die NSS 2014. Waarom? Nou, niet om ervoor te zorgen dat Nederland een rechtsstaat is. Niet om individuele burgers de kans te geven zich te verdedigen tegen machtsmisbruik rond nucleair materiaal. En dat geldt natuurlijk ook voor ziekenhuizen. Want er komt nogal wat aan, hè? Die mededingingswet is achterhaald. Wat is in godsnaam nog een mededingingswet als er 100% bedrijfsspionage is? Wat is er nog een veiligheidssysteem rond radioactief materiaal? Als er 100% bedrijfsspionage is. Wat stellen de opleidingen nog voor? Het is dus echt van het grootst belang voor Nederland, voor iedereen in Nederland die op welke wijze dan ook met energie of met radioactief materiaal werkt, te weten hoe die internationaal strafhoflobby in elkaar zit. Nou is de idioterie ook dat de mensen die daar het meeste belang bij hebben, dat ook in de doofpot proberen te stoppen. Die willen allemaal dat ik hier aan publiek word vermoord in de doofpot van het ICC. En dat betekent voor mij dat ze niet begrijpen hoe ernstig de schending van mensenrechten is, maar ook hoe zwak onze bureaucratie is en hoe zwak onze veiligheid is. Als je niet meer naar de rechter kan, bijvoorbeeld als bedrijf Covra, NV, ondernemerskamer, dan kan je ook niet meer naar de rechter bij de bestuursrechter. Dus dan kun je nooit sabotage rond mededinging, patenten, octrooien, laboratoria, onderwijs stoppen. Eind 2014 kan dat al niet meer en eigenlijk nu al niet meer, want die ellendige rechters die zitten lachend naar dit soort video's te kijken. Wouter Bos, de nuchterheid gebiedt mij te zeggen dat je er wel aan hebt meegewerkt. Je hebt wel meegewerkt aan de bouw van deze hel. En ik zeg dat je te langzaam bent. En dat is ook echt zo. Veel te langzaam. Die NSS 2014 moet stoppen om de nucleaire veiligheid van Nederland in alle aspecten, dus niet alleen maar de energie uit het stopcontact, maar ook de radiologie in het ziekenhuis, in alle aspecten te beveiligen. Hoe minder, hoe eerder die 58 spionagediensten het land worden uitgetrapt, hoe minder ze kunnen spioneren. En misschien dat er dan nog een heel klein beetje tijdwinst overblijft om het Nederlandse volk herop te voeden rond internationaal recht in de dictatuur Nederland. Dag.